partij te roepen. Kunt u alsjeblieft plaatsnemen om de vergadering door te zetten? A en B, kunt u plaatsnemen zodat we direct door kunnen gaan? Ja, partijgenoten, we zijn terug in vergadering. Het nieuw gekozen bestuur met de nieuwe voorzitter die is in beraden gaan. En de nieuwe voorzitter Jennifer Simons die zal nu het woord richten tot de aanwezigen. En natuurlijk ook haar nieuw dagelijks bestuur bekendmaken. Ik geef het woord nu aan de nieuw gekozen voorzitter van de Nationale Democratische Partij. Alsjeblieft. Dank u wel. Laat me beginnen om de verkiezingscommissie te bedanken, want het was een bijzonder hard werk. We hadden niet heel veel tijd, dus ik bedank de verkiezingscommissie bij deze voor het verzette werk. En ook bedank ik alle leden, de kiesgerechtigden, die hun moeite hebben gedaan om hier vandaag te komen en te stemmen. Ongeacht of ze op mij of meneer Abrahams hebben gestemd, ik bedank u. We hebben als hoofdbestuur de koppen bij elkaar gestoken en zijn volgens onze regels verplicht om direct het dagelijks bestuur samen te stellen. Voor ik echter de namen van het dagelijks bestuur aan u zal doorgeven via de secretaris, wil ik u aangeven dat wij de eerste beslissing is geweest van ons als nieuw hoofdbestuur. Dat we de heer Desiree Delano Bouterse willen benoemen tot erevoorzitter van onze partij. Hij heeft natuurlijk een heel leven met deze partij gebracht. En vooral het voorbeeld wat hij in zijn leven en zijn werk heeft gesteld om alle Surinamers altijd te omarmen, ongeacht ras, geloof, etniciteit. Dat is iets wat vooral vandaag de dag echt belangrijk is. Dat we het voortzetten en verder ermee gaan en nog beter maken dan wat we in het verleden hebben gedaan. Daarnaast hebben we dan dagelijks bestuur, de ondervoorzitters benoemd. En de penningmeester en de secretaris. Mag ik de secretaris vragen? Laat me zeggen, alvast mevrouw Caroline Heilbron hebben we opnieuw als secretaris benoemd. En zij zal nu de andere namen aan u voorlezen. Ja, voorzitter. De ondervoorzitters van de Nationale Democratische Partij zijn de heer Abrahams, de heer Adin, de heer Akimboto, de heer Mustaja, de heer Abdul Ghafoor, aangevuld met, de heer Panka en mevrouw Bouterse. Het dagelijks bestuur bestaat behalve de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretaris ook uit de penningmeester, dat is mevrouw Roselli Cotino. Dank u wel. We hebben ook het besluit genomen dat om een stap te maken met de transities waarvan u vaker heeft gehoord dat we mee bezig zijn, dat we ook de fractieleider meer zullen betrekken bij het dagelijks bestuur en de fractie ook van de Nationale Democratische Partij in het parlement ook vaker zullen betrekken bij het hoofdbestuur gebeuren. Ja, dat is ook een besluit wat we nu al hebben genomen. We gaan dan weer bij elkaar komen, want we hebben nog wat werk te verzetten in verband met het benoemen van de vervangende voorzitters, de volgorde van de ondervoorzitters in verband met ons huishoudelijk reglement, maar we wilden u niet langer laten wachten. Ik ga vanavond maar heel kort iets zeggen aan de partij en aan de samenleving. De reden waarom ik deze functie heb geambieerd is omdat we in de partij bezig zijn met vernieuwingen. We hebben het pad opgezocht van alles wat we denken dat we goed hebben gedaan, beter te doen. En alles wat we denken dat we niet goed hebben gedaan, nu wel goed te doen.
Het betekent dat we als partij in ontwikkeling zijn verder om de idealen die al heel lang er zijn en die er nog steeds zijn voor Suriname, om ze te kunnen verwerkelijken, om straks mee te doen in een regering, leiding te geven hopelijk aan een regering waar voornamelijk we ons gaan focussen op goed bestuur, transparantie, zodat datgene wat we hebben, veel of weinig, dat dat op een correcte manier voor het land wordt besteed. Ik beschouw de dag van vandaag, hoewel ik heb bedankt en het is natuurlijk in technische zin een overwinning in een verkiezing, maar ik beschouw het als het begin van een groot werk waarin ik iedereen van deze partij nodig heb. Ongeacht waar u eerder heeft gestaan, ik heb iedereen nodig, want we hebben elkaar nodig, één om de verkiezing te winnen, maar vooral, u zal me hebben horen zeggen dat we een team nodig hebben in dit land. En zeker in de partij, een team dat bereid is om de weg te gaan van waar ik het over had, dat goed bestuur, de verandering van hoe we politiek en bestuur voeren in Suriname. En ik denk, en ik hoop, maar ik denk, ik weet bijna zeker dat we in deze partij alvast 90% van dat team hebben. En er zijn andere Surinamers, zoals onze voorzitter Bouters dat altijd zei, er zijn overal Surinamers die met ons mee kunnen werken aan dat doel. Wij als Surinamers nu, niet alleen als NDP'ers, denk ik hebben nu beseft, nadat we alles op een rij hebben gezet, of het nou vorige regering, deze regering was, het gaat niet goed en we moeten iets anders doen in politiek en bestuur. Om dit land dat rijk is, inderdaad zo te maken dat iedereen welzijn hier kan ervaren. En dat is waar we beginnen te werken. Ik beschouw het als een zware job. Ik zie het niet makkelijk. Maar ik denk dat ik de ondersteuning zal krijgen van de partij en van alle mensen buiten de partij die ook ondersteuning hebben toegezegd. Ik dank u. Bedankt. Mevrouw Siemerske. We moeten even afsluiten. Oh, is de ALV, ze gaan even afsluiten. Gefeliciteerd, mevrouw Simons. Ja, dank u wel. Ja, hoe heeft u alles ervaren, de hele dag door tot nu toe? Ik was betrekkelijk rustig, want ik had me op alles voorbereid. Ja. Had u gedacht dat zoveel mensen op u zouden stemmen? Ja, je hoopt dat wel, dat er mensen op je stemmen. Dus. Anders doe je niet mee aan een verkiezing. Ja, u heeft gemobiliseerd? Ik heb met de mensen gesproken. Ja. Ja. Wat was de breakpoint bij de mensen? Waarom hebben ze voor u gekozen? Nou, ik denk dat we met z'n allen toch wel naar een nieuw moment toe willen. En ik denk dat ze dus daarom hebben gekozen. We gaan iets nieuws doen. Onze voorzitter, oude voorzitter, is er niet. We moeten de partij verder brengen. Heeft u die hierna gesproken met meneer Abrahams? Ja, ja. We hebben elkaar een brasa gegeven.
Dus de gelederen zijn gesloten? Ik heb hem nu als ondervoorzitter alvast en dan gaan we kijken hoe verder hoe we samen. Want ik moet met al die ondervoorzitters gaan afstemmen. Om te kijken wie wordt de eerste vervanger enzovoort. Dat werk is nog niet gedaan, dat komt. Maar we gaan even rusten nu. Ja. Mooi. Mevrouw Simons, hoe hebt u de democratie vandaag ervaren? Dat is de nieuwe voorzitter van de NDP, mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Ze heeft overtuigend gewonnen, hè? Dat zijn de resultaten. Nogmaals. Abrahams 23, Simons 46. Twee ongeldige stemmen. Totaal 71 stemmen. En dit is het resultaat. De vrouwelijke voorzitter voor de NDP... Een nieuwe voorzitter sinds voorzitter Bouterse. En er wordt heel veel van haar verwacht. Meneer Abrahams, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Prachtig. Ja. Na zo'n verkiezing, hoe voelt u zich? Een beetje opgelucht toch, tuurlijk. Een beetje duidelijkheid gekomen, wat jullie allemaal willen weten. Hebben jullie nu toch? Ja, ja. Ook voor de partij. Het resultaat, had u dit resultaat verwacht? Nee, niet direct. Waarom niet? Direct. Nou, kijk, als je in een strijd gaat, wil je altijd winnen toch? Ja, ja. Dus dan, als ik zeg van ik zou verliezen, dan zou ik niet gaan toch? Dus het is eigenlijk een vraag die je stelt. Maar je zit van tevoren toch? Want sinds gisteren al wist dat, nee, dat zou ik niet gaan. Dat zeg ik, je vraag, maar als ik dat verwacht. Ik zeg hier nee toch? Ja. Dus je vraagt me een dubbelzinnige vraag. Wat zal de opstelling van meneer Abraham zijn na vandaag? Ik ben nog steeds NDP'er. En ik ga NDP'er blijven. Ik blijf paars en ik ga altijd NDP stemmen. Ja, ik ga de campagneleider blijven, zoals altijd. Dat weten we nog niet. Maar als men u vraagt, zult u dat doen? Is me nog niet gevraagd. Maar als men u vraagt? Maar ik wil niet vooruitlopen op zaken. U wil voor dingen van me horen die ik nog niet wil zeggen. Ik ga niet vooruitlopen. Jullie kennen me toch hoe dat dan gaat. Maar we weten dat u dat doet, dus daarom vraag ik u. Maar misschien, ik word bij 71. Misschien zijn er anderen die moeten komen. Maar u zegt, u hebt dat niet verwacht. Hoe vertelt u dat? Zoals ik het heb gezegd. Is duidelijk. U dat zegt, u, ik zeg dat niet. U moet geen woorden in mijn mond leggen. U moet geen, ik zeg, ik heb het niet verwacht. Dat wil zeggen, ik heb anders verwacht. U wel gemobiliseerd? Nee. Niet? Nee, ik ben naar geen enkel district gegaan. Maar dan, hoe verwacht u dat mensen op u gaan stemmen als u nu gesproken hebt met mensen? Vanwege mijn ervaring, 24 jaar. Abong, ik ga wat drinken nu heren, want ik heb een droge keel. Hoe laat meer dan worden? Nee, ik blijf, en ik heb je toch gezegd, ik blijf NDP'er. Ik ga altijd, ik ga de partij... Ik zal niemand van de partij, wat ik nog nooit heb gedaan, laat dat duidelijk zijn voor jullie allemaal hier. En jullie weten dat. Deze man die hier staat, heeft nooit één persoon van de partij ooit negatief besproken in de media. Of de partij negatief besproken in de media. En hij gaat het nooit doen. Kan mevrouw Simons op uw ondersteuning verwachten? 100% op uw ondersteuning verwachten? Het hangt van haar af. Waarom zegt u dat? We moeten nog praten, zegt ze. Maar als het van u moet komen... Ik wacht op haar. Zij is gekozen als voorzitter. Ik moet van haar komen. Ja. Dat toch? Zij heeft de hamer. Je bent ter beschikking dus? Ik ben toch hier. Waar zie je me? Ben ik weggegaan.
Abu? Oké, dankjewel. Thank you. En zo heeft hij het gehoord hier. Goed. Dan gaan we dan wel uit deze... Dus Madhu de Tori, bij deze mij wil feliciteren alle de NDP'ers naar een nieuwe voorzitter. Yes, dat denk ik. Judna Bakka Simons. Je kent haar naam niet? Nogmaals. Had je favoriet? Natuurlijk, mevrouw Simons. Had je favoriet? Ik ben een neutrale burger toch. En, Jij bent de NDP'er? Ja, zeer zeker. Mami Briti. Ja, het is meer dan duidelijk. 46 stemmen zegt al veel. Dus nu is het vooruitkijken en wachten op 25 mei. Hey, ik heb Gerald hier in het interview zelfs. Gerald en ik zijn eigenlijk twee kalibers op het veld. En eigenlijk was het van tevoren al bekend dat Jennifer Simons zou worden. Had je dat al een beetje in mei? Eerlijk gezegd, ik heb het niet gevolgd. Hij heeft me nog volgen. Diplomatisch, hè?